Hey, welkom bij mijn eerste unboxingfilm. Als amateurkok en videomaker doe ik ook heel graag. Is het misschien leuk om deze aanbieding van Vomar, geen reclame trouwens, want ik hou gewoon van koken. En als ik dan hoor van mijn nutsleverancier dat gas tegenwoordig 3 keer duurder is dan elektra. Dan dacht ik van, nou, ik neem hem mee voor die 2 tientjes. En ik ga jullie laten zien wat ik ervan vind. Ik ga hem nu eerst met jullie uitpakken. Daarna neem ik jullie over een paar minuten mee naar mijn keuken. En gaan we er Chinese bami op koken. Maar dan niet Chinese bami van een eerder filmpje van mij. Van spaghetti, maar van echte Chinese bami. Oké, we gaan beginnen. Ik heb een trucje bedacht waardoor iedereen leuk kan meekijken. Even kijken. Ja, volgens mij is dit hem. Wat zit er in de doos? In deze one take. Gaan we daar eens even naar kijken. Ik had gehoord dat unboxing video's populair zijn, dus. Ik dacht, Ron, doe eens gek. Ik denk dat ik hem even anders om moet leggen. Ja. Waarom viel mijn aandacht op deze elektrische wok, behalve dan de prijs? Er zit een deksel bij. En die deksel die kan ik ook heel goed gebruiken. Want zo'n grote deksel heb ik eigenlijk nog niet. Als spadeksel. Oké dan. De deksel netjes verpakt in het plastic. Kijk eens aan. En knop voor de deksel. Het snoer met de thermostaat. Ik zie meteen hoe die werkt. Hij werkt net zoals die grillplaten, CQ. Kun je het zien? Ja, grillplaten. Wat wij heel graag doen is gourmet heet dat. Ja, gourmet. Oké dan. Nou, op de doos staat dat die 1500 watt is. 1500 watt. Kan ik dat nog even terugzetten? Hoe gaan we dat doen? 1500 watt. Ja. 4,5 liter. Nou, het is geen geld. Als hij echt zo heet wordt als een echte wok, ga ik hem zeker vaker gebruiken. Maar dat vraag ik me af. Papiertjes voor gebruiksaanwijzingen en gebruik. Dit is natuurlijk weer zoiets wat je goed schoon moet houden. Aansluiting. Kijk. Daar gaat de thermostaat natuurlijk in. Dat kan niet missen. Met de knop naar boven. Even kijken of je dat zo kan zien. Gaan we weer terug naar de hoek. Draai hem even op. Nou, hij voelt niet zo cheap als ik had verwacht. En qua maat kun je makkelijk met je gezin daar een prima maaltijd in maken. Ik ga nog even
de knop erop zetten. En dan zie ik jullie. Dan zie ik jullie zo beneden in de keuken. Dit was even de unboxing. Nou, het knopje, dat is gewoon een schroefje, dat kan niet missen, een boutje. Eens even kijken. Spreekt voor zich, zo in elkaar zetten. En dan kunnen we wel meteen regelen. We hebben alleen geen schroevendraaier. Maar ik snap wel hoe dat werkt. Kind kan er was doen. Ik zie jullie zo in de keuken. Wat hebben we nodig straks voor onze echte Chinese bami? We nemen een beetje roerbakgroente. Ik ga de helft gebruiken. Ik heb een kipfilet uit de vriezer. Eigenlijk perfect dat hij niet helemaal ontdooid is, want dan maken we heel makkelijk kleine plakjes. Beginnen met een knoflookje en een uitje. De kant-en-klare zoetzoute marinade in de toko te koop. Je hebt hem ook in pikant. Hier, het voordeel hiervan is dat je in één keer met je vlees, wat je er ook in doet, klaar bent. De authentieke smaak, die maakt van je lobby voor je. Die kun je zelfs bij Jumbo kopen. Dit is de Bami Travassi. Daar heb je één eetlepel van nodig. Dit is Trassi Travassi. En als je dit erbij doet, is het in één keer klaar, dat beloof ik je. Je weet niet wat je proeft. Eén theelepeltje maar. Heel klein beetje. Misschien maar een half theelepeltje. Is een garnalenpasta. Maar als je dat zegt, zeggen meestal de mensen, bah. Oké, dit hebben we even doorgenomen. Ik wil nog even deze laten zien. Water kookt al. In mijn ogen de beste eiermie. Eggnoedels. Daar ga ik de helft nu van 3 of 4 minuutjes koken, staat op de verpakking. Daarna koud afspoelen. Beetje water en zout, meer niet. Koud afspoelen. En ja, dan gaan we opbakken. Tot zo. Nou, je ziet het. Hij kookt als een... Ik zet hem wat lager. Pak je eggnoedels, is voor 4 personen. Ik doe er 2 ritsen in. Zonder knoeien is dat al een kunst. Doorbreken en erin. Het is meteen bijna klaar. Vorkje erbij. Gewoon hoog. Met de vorkje eigenlijk meteen uit elkaar halen. Dit is zo lekker. Beetje zout had ik erbij gedaan. Pak vast het vergiet. Opletten, want het zetmeel zorgt ervoor, dat zoals je ziet, ik was net op tijd, dat die oven gaat koken. En het is al heel snel, dus blijf er alsjeblieft bij. Want anders is de hele keuken onder het zetmeel. Dat gaat lekker. Ik zie je zo. Ja. Uitzetten. Ja, uitzetten. Afgieten. Spoelen met koud water. De hitte zit er goed in. Belangrijk dus. Dan moet het steenkoud zijn. Want anders gaat hij door en dan heb je straks in plaats van eggnoedels, snotnoedels. Dat wil je niet. Kipfiletje. Uit de vriezer.
wat ik al zei, dunne plakjes. Hij is nog hartstikke bevroren. Ik kan hem beter op de platte kant laten liggen. Maar je snijdt nu wel heel makkelijk dunne plakjes. Met een scherp mes. Kijk uit voor je vingers. Dus niet meteen. Kijk, dat bedoel ik. Leg hem plat. Als hij rond is, heb je risico op je vingers. Dat wil je niet. Plat. Iets wat plat is, verschuift niet. Dat ontdooit nu natuurlijk razendsnel. Dus als je het vergeten zou zijn, kun je dat gerust wat later uit de vriezer halen. Maar je hebt wel heel eventjes nodig. Zo draai je alles om. Goed vasthouden. En je bent klaar met je kippie. Kijk, zo ziet dat eruit. Even kijken hoe de camera staat. Ja. Knoflookje, 3 teentjes, mag er wel in. Ik weet niet wat ik hier nog heb, en anders moet ik versere pakken. Altijd oppassen met gehakte knoflook, dat je niet verbrandt in de pan. De zoetzoute marinade. Het voordeel van die zoetzoute marinade, die kant-en-klaar is, is heel sterk. Dus je hebt weinig nodig. Vorkje erbij. Je hoeft niks bij je kip meer te doen, helemaal niks. Het is heel snel en je bent in 1 keer klaar, je bent meteen klaar om te beginnen. Want het is een hele, wat ik al net zei, sterke marinade. Zie je wat ik bedoel? Ik zet hem aan, ik zet hem meteen op de hoogste stand, want de stekker moet er natuurlijk wel in. Wel handig hoor. Je ziet het lampje gaat branden, zie je dat hier? Wokolie erin. We gaan eerst het uitje fruiten met knoflook. Daarna gaat meteen het vlees erin, wat we hem gemarineerd hebben. We wachten even. Op de snelheid van de wok. Maar denk, wordt hij niet warm? Nu gaat het opeens warm worden. Maar hij zat er een 2 mm minder goed ingedrukt. En toen deed hij het gewoon niet. Je ziet nu wat er gebeurt. Nu gaat het wel snel. Dat was mijn fout. Nou ja, goede tip voor de volgende gebruiker. Er komt een lichte rook vanaf. De wokolie die begint al te ruiken en nu wordt die inderdaad warm. Kracht van een uitje fruit is dat je kan zien hoe warm je pan is. Want het uitje mag je gewoon helemaal in de olie zetten. Nou zeg. Gekkenhuis. 2 scheppen heb je nodig, want met wokken
heb je 2 scheppen nodig. Dit is olijfbomenhout. Heb ik een keer cadeau gehad. Helaas, wordt het te gek, moet ik toch de waterkap aanzetten, hebben we bijgeluiden. Probeer het zo lang mogelijk. Ik zie dat ik hem terug moet draaien, want hij wordt echt heter dan ik had verwacht. Hij gaat nu naar 3. Anders gaat straks mijn knoflook verbranden. Dat wil ik niet. En je ziet dat de uien ook al bruin worden. Sorry voor de herrie. Ik doe de knoflook erg na de kip in. Want anders wordt die zwart. En dat wil ik niet. De kip gaat erin met de marinade. Dan kan hij weer hoger. Bijna hoogste stand dit. Maakt in ieder geval een leuk geluid. Let op, kijk wat hij doet. Hoogste stand. Komt hij alweer. Dat wilde ik dus wel weten. Want bokken doe je snel, had ik al gezegd. Hey, hoor je hem? Kommetjes wegzetten. Knoflook erbij. Moeten we wel goed opletten. Dat hij niet verbrandt. Zet hem wat lager. Want hij gaat sneller dan ik had gedacht. Maar je ziet de kip, omdat het zulke kleine stukjes zijn. Oh, sorry, ik ben gewend om mijn lepels af te slaan aan de pan, maar dit is net een gong. Soepgroenten. Nee, we moeten nog even langer door, zie ik, met die kip. Die is nog niet ver genoeg. Ik heb hem weer nu op 4 gezet. Ik zal hem niet meer slaan op de rand. Komt hij weer uit. Nu gaat de groente erin. Normaal een half zakje, ja. Oh, ik ben een knoeier in de keuken, dat is stereo. Even heel kort. Hij staat op 4. Hij gaat deze nu aan en uit, zie ik. De thermostaat werkt goed. Nou, ik denk dat dit al klaar is. Ik pak even de mie erbij. Die doen we erop. Zo. Maar je ziet het. Prachtige mie. Ik zal waarschijnlijk... Niet genoeg, oh ja wel, voor wat ik nu aan het maken ben, is het wel genoeg. Maar voor een heel pak mie, voor 4 personen, heb je echt een eetlepel, dikke eetlepel nodig. Maar ik heb maar een half pak. En het is op. Probeer het, als je het nog niet kent, moet je het echt proberen. Smaak is geweldig. Trassi travassi. Niet meer dan dat, echt. Nou, ik denk dat ik zelfs minder neem, want ik heb maar een half pak. Dus gaat die overheersen. Dat is dus die garnalenpasta, maar die geeft me een smaak. Je bent in 1 keer klaar. Ik zet hem weer aan en ik ga
jullie laten zien, want daar draait het nu om. Even kijken hoor, wanneer gaat hij weer aan? Ja. Op 3 gaat hij aan. Je moet dus die van je loppie smaakmaker door die mie krijgen. En hoe groter je porties, ik heb het wel eens gedaan met een meter, ook. Nou, dan ben je even zoet. Maar kijk de kleurverandering. Die smaakmakers die gaan erin. En het mag niet te donker zijn, dan heb je iets te veel gebruikt. Ja, we zijn klaar. Zo snel is het. Is toch geweldig dit. We zijn helemaal klaar. Even. Dit werkt ook perfect voor dit soort gerechten. Misschien nog een klein. Nee. Perfect is die. De rest bewaar ik voor vanavond. Zo direct ga ik het filmpje maken. Oh, sorry. Als kok dat gewend bent, dan is het lastig af te leren. Kijk. Oh. Yo. Dit moet je echt gaan doen, hoor. Snel. En als je praat over de echte, authentieke bami-smaak, dankjewel, Faya Lobby. Dan heb je dit goed gedaan. Hey, in de studio terug. Dit soort video's eindigen altijd met de conclusie van de kok. Vandaar dat ik weer met jullie in de studio ben. Ik ben zeer onder de indruk, die 1500 watt. Let dus op dat je die stekker er goed in duwt. En dat laatste stukje, dat gaat echt met kracht. Anders doet hij het niet, daar zat ik op te wachten. Dat leek een teleurstelling, maar ik ga hem zeker vaker gebruiken. Dat beloof ik echt. Je ziet het vast wel weer terug in een video van mij. Voor 2 tientjes. Wat denk je, ik zit altijd denk van de zomer buiten in de buitenkeuken. Weinig rommel, perfect. Snel genoeg om te wokken. Wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, geniet van mijn video's, eet smakelijk. Zeg het voort. Like mijn video's, dat zeggen ze ook allemaal. En abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende. Hoi.